Als ik. Man, wat vind je ervan dat ik. Man, wat zou je denken als ik lesbisch zou denken te zijn? SMS tegen mijn moeder. Mijn hart bonste. Ik kon niet ophouden zenuwachtig heen en weer te lopen. Mijn handen beefden. Ik wachtte op een reactie. Een reactie die voor mij eeuwig duurde. Ik was bang. Bang niks te horen of bang dat ze me zou bellen, want daar had ik al helemaal geen zin in. Misschien wilde ik ook gewoon geen reactie. Op het moment dat ik daaraan dacht, hoorde ik mijn sms-toon afgaan. God, het is mijn moeder. Ik wacht een paar seconden en besloot het sms'je te lezen. Ik hou van je zoals je bent. Ik wil dat je gelukkig bent. Kus, man. Mijn eerste reactie was, is dit alles? Hoe cliché. Terwijl ik nog niet eens kon geloven het gezegd heb. Het zal wel, dacht ik. Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik de boodschap ging waarderen. Ze houdt nog van me. Ik wilde het er alleen nog persoonlijk zeggen, om zo haar reactie te kunnen zien, face to face. Ik voelde me warm worden en wachtte op een moment van rust voor mezelf, om die stilte te pakken. Het onderwerp aan te snijden. Man, een sms. Vond je dat raar? Ik ben gelukkig als jij dat bent. Wat heb ik daar nou aan? Nou ja, ik heb liever dat je met een man gaat. Maar denk je dat je met een vrouw zal eindigen? Oftewel, is het geen fase? Ik kon niks meer zeggen. En ik besloot het gesprek maar te eindigen met een misschien wel, misschien niet. Waarom vraagt ze me gewoon niet hoe ik me daarbij voel? Ze wil dat ik me er gelukkig bij voel, maar het lijkt niet alsof ze me daarin steunt. Het klinkt meer als een... Het is jouw leven. Jij bepaalt hoe het verkloot. Ik bedoel, ze zegt dat ze van me houdt, no matter what. Maar waarom heeft ze dan zo'n moeite mee? Een vriendin om me heen die zeggen... Die vinden het niet eens erg. Ze vinden het een andere kant van me, maar ze vinden het niet chockerend of walgelijk. Ik ben gewoon Daisy. Maar mam, waarom zie je me met een man? Ik wilde gewoon een eerlijk antwoord. Let's go.